hebben er lang naar uitgezien. En we werden natuurlijk vooral geteased door die cover die op social media rondzwierf, waar stevig over gediscussieerd werd. Maar op 11 november was het dan zover. Toen werd op de boekenbeurs in Antwerpen de grootste presentatie gehouden. Natuurlijk in het bijzijn van de makers. En dit weekend de Nederlandse presentatie in het beeldverhaal in Amsterdam. En nu is dan eindelijk het moment daar dat iedereen hem eindelijk kan gaan lezen. Het nieuwste album van Blake en Mortimer. Oké, dit heb ik een klein beetje verkeerd getimed volgens mij. Want je vraagt je natuurlijk af, waar is dan dat boek waar je het over hebt? Maar waarom zit je met een koffiemok in je handen? Ja, ik was nog even aan het genieten van een kopje koffie. En ik wil natuurlijk meteen even die hele gave mok showen die ik op Cross Comics gekocht heb. Maar ja, het is geen Dating for Geeks vlog. Het is een Blake & Mortimer vlog. Dus daar moet ik snel eventjes wat aan doen. En nu. Dit is hem dan. De Vallei der Onsterfelijken. Maar die cover die kennen we natuurlijk allemaal. Even de achterzijde laten zien. Een prachtig boek wederom. Deel 1. Dus we krijgen nog meer moois te zien. En het is natuurlijk een heel erg bijzonder boek. Al was het maar vanwege het feit dat er twee Nederlandse tekenaars aan gewerkt hebben. Het vorige album, deze Het Testament van William S. over Shakespeare, dateert alweer van 2016. Dus we hebben 2 jaar lang gewacht op het volgende album. Ik ben bij de presentatie geweest, dat was echt fantastisch. En ja, het leuke dan is eventjes dat ik dan natuurlijk een heel bijzonder exemplaar heb die gesigneerd is door alle makers. Door Yves Sand, de scenarist, door Peter van Dongen en Teun Berserik, de tekenaars van het album. Maar ook door Blake & Mortimer zelf. Ja, met name dit is wel heel erg tof dan, hè. Reveal the secret, schreef professor Mortimer in mijn boek. En ja, dat er geheimen in dit verhaal zitten, dat is een understatement. Ik moet zeggen, ik heb er enorm van genoten. Ik ben nog niet zo heel erg thuis in de wereld van Blake & Mortimer. Want ja, dit zijn eigenlijk de enige boeken die ik heb. En het gele teken, dat was voor mij natuurlijk zoiets van, dat is een standaardwerk, die moet ik gewoon hebben. En deze heb ik al een keer besproken. Dus dit is eigenlijk gewoon het derde Blake & Mortimer album in mijn leven wat ik lees. Maar ik heb er absoluut van gesmuld. Het leuke is wel dat ik hem nu met een hele andere insteek ben gaan lezen. Want ik heb natuurlijk op de boekenbeurs, ik heb sowieso die presentatie bijgewoond, waarbij de heren, met name even Peter van Dongen en Teun Berserik, het een en ander vertelden over hoe zij gewerkt hebben aan dit boek, hoe zij dit gemaakt hebben samen. Yves Sand die vertelde ook heel veel, maar die vertelde dat in het Frans. En omdat het in België was, tweetalig, werd dat niet in het Nederlands vertaald. Dus heb ik daar echt helemaal niks van meegekregen. Dat vond ik toch wel jammer, want ik was toch wel benieuwd van, goh, waar haal je de inspiratie vandaan? Wat ik wel begrepen heb, is dat dit verhaal voortgaat op de zwaardvis. En dat zijn natuurlijk verhalen van Edgar P. Jacobs himself. De geestelijk vader van Blake & Mortimer. Dus in die lijn proberen ze door te zetten. Nou, je hebt natuurlijk al even wat beelden gezien, maar ja, het is een heerlijk boek om te lezen. En wat ik vooral heel erg leuk vind aan het begin van het verhaal, is dat het eigenlijk best nog wel, ja, nou ja, Blake & Mortimer duiken al wel vroeg in het verhaal op, maar dan zie je ze eigenlijk nog even niet. Het is meer dat je even vanuit de tekstballonnetjes weet dat ze er zijn. Maar het speelt zich bijna volledig af in China, of bij China, waarbij allerlei kunstschatten veiliggesteld moeten worden vanuit China. En daar stuit men op een bepaald geheim van een bepaalde machthebber. En dat verhaal wordt helemaal uit de doeken gedaan. En dat vind ik het interessante eraan. En dan ga ik weer even terug naar de boekenbeurs, naar een opmerking die de professor Mortimer daar maakte. Hij zei, en heeft hij ook later tegen mij gezegd, maar dat heb ik dan weer niet op camera helaas, maar later vertelt hij nog aan een jongetje het een en ander. Hij zegt, eigenlijk moet je dit boek lezen met Wikipedia erbij, want er zit zo ontzettend veel in. En er zit ook gewoon heel erg veel tekst in als je het boek leest. Er zit heel veel dialoog in, er zit heel veel vertellen in. Je krijgt heel veel informatie. Wat dat betreft is dit echt een boek wat je meerdere malen kan lezen. In de eerste instantie natuurlijk dat je het verhaal goed meekrijgt, maar daarnaast ook het tekenwerk. Ik vind het echt absoluut fantastisch. Het maakt niet uit welke pagina ik laat zien, want het is gewoon allemaal geweldig. Het is fantastisch mooi gedaan. En het bijzondere vind ik dat je gewoon niet ziet dat het twee mensen zijn
die samen een deel van het tekenwerk hebben gedaan. Want in principe, zeg maar, heeft de ene helft is getekend door Peter van Dongen, de andere helft getekend door Teun Wesserik. Maar ga maar aanwijzen wie wat heeft gedaan. Nou, één tipje zou je kunnen weten. De vliegtuigen. Als je het, hè, als je het, de video van de presentatie gezien hebt, en met name even dat stuk van waarbij Peter en Teun het een en ander vertellen, dan weet je even hoe dat zit qua vliegtuigen. Meer ga ik niet vertellen, moet je zelf de video maar kijken als je dat nog niet gedaan hebt. Ik heb wel soms een beetje het gevoel, als ik het aan het lezen ben, dat, ja, dat Blake en Mortimer zelf bijna een soort bijfiguren zijn in hun eigen verhaal. Want ze spelen eigenlijk niet eens een hele grote rol erin. Dus ja, wat dat betreft, ik wil gewoon niet te veel vertellen over dit album. Om de simpele reden dat ik heb er echt van genoten. Ik vond het een heel erg leuk verhaal. Ik vind het fantastisch mooi getekend. Ik ben echt heel benieuwd hoe het verder gaat. Omdat het boek echt wel met een hele goede cliffhanger eindigt. Een twist waarvan ik dacht van, ik had hem aan kunnen zien komen. Maar toch ook weer niet. En toch word je weer verrast erin. Dus wat dat betreft zeg ik alle Blake & Mortimer fans, ik weet zeker, die hebben hem al. Natuurlijk, die rennen meteen naar de winkel zodra dat kan. Maar heb je dat nog niet gedaan, twijfel je nog een beetje? Niet doen, niet twijfelen. Gewoon naar de winkel gaan, gewoon dit boek gaan halen, want je gaat er echt enorm van genieten. Het is een fantastisch mooi boek. Ik ga nu al vol ongeduld zitten wachten op het tweede deel. Ik wens je heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en word vervolgd.